winner of the race, Sharona Bakker. Zo, op vakantie in Dubai. Maar we zijn niet alleen vakantie aan het vieren, maar we gaan ook even lekker sporten. En vandaag gaan we hardlopen. Zo, gisteravond laat thuisgekomen van vakantie en vanavond heb ik mijn eerste circuittraining weer gegeven. Verder heb ik vandaag de massagegun voor mezelf gebruikt. Ik heb tijdens de vakantie op andere schoenen hard gelopen en heb nu toch een wat stijve kuit. Zo, helaas nog geen uitslag van mijn PCR-test. Dus voorlopig zit ik nog even in quarantaine. Ik heb nog niet zo heel veel klachten. Naast dat ik een beetje verkouden ben en me niet helemaal 100% voel. Dus nu om de hele dag niks te doen, dat is niets voor mij. Dus ik denk dat ik maar even een bananenbrood ga maken. Zo, de bananencake is gelukt, dus ik ben blij, ik kan weer verantwoord snacken, lekker zonder suiker, dus en het smaakt goed. Ja, naast dat ik natuurlijk ontzettend baal dat ik nu in quarantaine zit en mijn hond onwijs mis, probeer ik niet te veel in de baalstand te gaan zitten en er toch het beste van te maken. Dus ga ik maar een ontbijt uitmaken. Ik heb hier een pitte dadels, havermout en een handje met zelfgemaakte granola. En dan ga ik dan nog wat honing aan toevoegen voor de bonen. Gooi er nog wat verse blauwe bessen bij. Je kan ook voor frambozen kiezen, dat is een beetje wat je zelf wil. We zorgen dat het niet gaat koken. Het staat nu al een tijdje op, dus ik ga het erbij gooien. Nou, dan kan ik de koelkast in, dan moet het een paar uur opstijven en dan is het klaar. Het is vandaag zondag en gisteren heb ik de uitslag van de PCR-test gehad en helaas toch positief. Dus ik zit nu tot vrijdag. Als ik geen klachten heb op vrijdag, mag ik dan uit quarantaine. Klachten zijn tot nu toe nog mild. Alleen sinds vandaag ben ik helaas mijn reukvermogen kwijt. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft.